Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag test ik weer allemaal nieuwe make-up. Jullie gaan mijn eerste indruk zien en aan het einde van de dag laat ik zien hoe de make-up nog op mijn gezicht zit. Ik heb dus een hele zak vol met Vibra make-up. De Vibra heeft kennelijk ook make-up, ik wist dat ook niet. Verwacht niet een hele mooie schap met make-up. Het is gewoon een klein hoekje met een paar make-up spulletjes. Niet heel veel, maar wel gewoon een aantal. Genoeg om er een video over te maken. Dus vandaar dat het mij wel leuk leek om het te testen, aangezien het allemaal super goedkoop is. En wie houdt er nou niet van betaalbare spullen? Ik heb een foundation, ik heb lipglossjes, ik heb oogschaduw, eyeliner, ik heb echt van alles. Dus ben je benieuwd naar deze make-up en wat ik allemaal heb en wat ik ervan vind en wat vooral jij ervan vindt? Blijf nou gewoon even kijken. Nou, we gaan maar snel beginnen met de video. Ik heb geen make-up op. Het enige wat ik op heb gedaan is dagcrème en een primer. En mijn wenkbrauw heb ik ook gedaan. Dit is de Long Lasting Matte Foundation van Delia Cosmetics. Deze foundation was er maar in twee kleuren. Je kunt hier de kleur zien in dit soort van druppeltje. En ik zag er maar twee, dus dit is de donkerste kleur. En er staat op dat hij mat is en long lasting. Dat hij 12 uur goed blijft op je gezicht. En deze foundation is €2,99. Het is echt een soort van een mousse. Het is niet echt heel vloeibaar. Volgens mij is de kleur veel te donker. Maar die andere kleur was echt te licht. Tenminste, hij leek echt te licht. Maar nou ben ik dus aan het twijfelen of ik toch die andere kleur had moeten pakken. Het blendt op zich best wel makkelijk uit. De kleur is alleen wel een beetje grauwig. Het is niet mijn kleur. Het is echt een beetje een mousse foundation. Deze foundation ruikt wel echt super lekker. Echt naar parfum of zo. Nou, ik heb de foundation helemaal uitgesmeerd. Hij smeert heel fijn uit. Het is echt een mousse foundation. De dekking is vrij normaal en het is inderdaad een matte foundation. De kleur is gewoon niet echt mijn kleur. Het is een beetje een grauwige bruin ook. Maar op zich is het niet slecht. Ik had eerlijk gezegd iets slechter verwacht. Ik ben alleen bang dat hij te droog gaat zijn. But we will see. Want mijn huid is al best wel droog. Ik ga nu even concealer opdoen en baken en contouren. Want daarvoor heb ik niks van de Vibra. Dus ik ben zo blij die terug. Nou, ik ben weer terug. Ik heb concealer opgedaan. Ik heb even gebaked met mijn poeder. We gaan nu verder met de ogen. Voor de ogen heb ik eigenlijk maar twee dingen. Exclusief mascara, maar bij de mascara kom ik zo. Ik heb deze oogschaduwstick, dit is zilver. Deze is €1,50. Ik hou eigenlijk niet zo van zilver, ik ben meer van goud, maar er waren niet echt opties. Ik ga hem even openmaken. Het is met zo'n bolletje aan de bovenkant. Ik ga het even een beetje op mijn hand doen. Oké, dit is dan de kleur. Het is gewoon echt zilver met glitters. En als je er met je hand overheen gaat, dan blendt het gewoon echt helemaal uit naar niks. Dus ik weet niet echt precies wat ik hiermee ga moeten doen. Omdat ik niet veel oogproducten heb, ga ik het wel even mixen met een ander oogpaletje, want ik kan niet alleen dit opdoen. Ik gebruik mijn Makeup Revolution Salvation Palette en dan de Girls on Film palet. Ik ga eerst de lichtste matte kleur in het paletje gebruiken om mijn hele oog af te poederen. Dan pak ik de iets donkerdere neutrale kleur en die doe ik in mijn elkaarboog. Dan pak ik de zwarte kleur van in mijn buitenste ooghoek. Ik doe maar een heel klein beetje zwart in de hoeken. Ik ga vandaag wel echt voor een hele simpele ooglook. Ik ben nou dus aan het twijfelen, want ik heb dus deze oogschaduw. Maar ik ben dus aan het twijfelen of ik hem gewoon zo doe op mijn ooglid. Of dat ik er een grijze oogschaduw onder doe. Ik denk dat dat eigenlijk beter is, maar... Ik wil toch gewoon proberen zonder oogschaduw, dus ik ga gewoon dit zo plop plop op mijn oog doen. Ja, of ik doe een beetje op mijn hand, en dan breng ik het gewoon met een kwast aan ofzo. Ik pak gewoon zo met een kwast de kleur. Ik weet niet of dat kan. Ja, als je het dus met een kwast wilt aanbrengen, veeg je het helemaal weg, zoals je hier ook ziet. Als je erop veegt, gaat het gewoon echt helemaal weg. Dus ja, je kunt het niet zo goed doen eigenlijk. Ik denk echt dat je hiervoor een oogschaduw eronder moet doen. Ja, nou heb ik het gewoon helemaal weggeblend. Ik ga even de zilveren oogschaduw eronder doen. Dit is een hele mooie grijze oogschaduwkleur. En dan pak ik er nog een beetje van de zwarte kleur en daar ga ik het een beetje mee uitblenden. En dit doe ik dan zo precies ook gewoon bij dit oog. Ik heb trouwens mijn kwast ook een beetje nat gemaakt met MAC Fix Spray. Nou, ik ben in principe klaar met de ooglook. Ik ga nou even deze erop doen. En dat doe ik dan gewoon een klein beetje, want je kunt het dus niet uitblenden. Anders blend je het helemaal weg.
Dus je brengt gewoon een beetje aan voor extra shimmer. Ik moet wel zeggen, als je het zo op een andere kleur doet, is het wel echt mooi. Zie je het verschil met deze en met deze? Deze kleur maakt het echt een stuk helderder. Helderder. Een stuk meer helder. En als je gewoon een beetje zo eroverheen doet, is dat wel mooi. Ik ben alleen bang dat het dus niet heel lang gaat blijven op je oog. Want aangezien het echt er zo afvliegt, denk ik niet echt dat het heel lang gaat blijven. Ik vind de kleur wel heel mooi, heel glitterig. Dan pak ik weer de zwarte kleur voor onder mijn oog. Dit doe ik gewoon mooi op de wimperrand. En dan gewoon met wat er nog op de kwast zit, ga ik het nog een beetje allemaal uitsmutsen. Voor echt een beetje een smoky lookje. Lookje. Ik kan echt niet praten, jongen. Weet je wat het echt is? Normaal praat ik gewoon echt normaal. Ik praat gewoon goed ABN. Maar zodra ik begin te filmen, ga ik ineens allemaal dingen anders zeggen. Woorden veranderen, zinnen veranderen. Waardoor het lijkt alsof ik niet kan praten. Dat is echt super annoying. En ik denk niet dat het komt omdat ik zenuwachtig ben, want ik ben dan niet echt meer. Dat was echt een begin, maar nou is dat niet meer. Want ik heb nou onderhand al iets van 50 video's gemaakt. Superleuk. Maar ja, dus iedere keer als ik begin te filmen, ga ik ineens allemaal raar praten. Echt zo annoying. Ik snap niet waarom ik dat doe. Nou, bij mij is geen enkele oogluk af zonder eyeliner. En dit is dus de Catrice eyeliner en daarmee ga ik even een wing maken. Ik heb ook nog gewoon een eyeliner van de Vibra. Dat is dus deze eyeliner. Hij is dezelfde kleur als de oogschaduw, ook zilver met glitters. Deze is slechts €1,50. Wat me dus echt verbaast is dat het puntje hier wit is en het is hard. Ik had hem echt heel anders verwacht. Ik had hem zwart verwacht en niet hard. Deze is gewoon echt hard. Je kunt hem niet buigen of zo. Dit is dan een swatch. Ik had iets meer kleur verwacht, iets meer glitters. Het is meer een doorzichtige gel met een paar glitters erdoorheen. Omdat ik hem dus iets gepigmenteerder had verwacht, had ik dus bedacht in mijn hoofd om een normale cat eye te maken en dan deze er zo overheen te doen. En dan niet eroverheen erop, maar zeg maar boven de zwarte lijn. Maar omdat hij dus niet zo gepigmenteerd is, ga ik hem gewoon een beetje op de zwarte lijn doen. Ik weet niet echt wat ik daarvan vind. Dit wil je wel zien. Oké, je kunt echt bijna niks zien. Er zijn echt bijna geen glitters. Het is echt gewoon vooral een doorzichtige gel. Met like 3 glitters. Je kunt een heel klein beetje glitters zien. Je kunt dus echt een heel klein beetje glitters zien. Nou, de glitters zijn echt heel minimaal. Ik weet niet zo goed wat ik hiervan vind. Eigenlijk weet ik wel wat ik ervan vind. Ik vind hem helemaal niks. Het is niet genoeg glitters. Het is gewoon extra werk voor niks. Nou, ik heb ook 2 mascara's. Een grijze. Ik ben kleurblind ook. Paars en een gele. Deze is €2,99 en deze is €1,49. Dit is dus de paarse. Die is ook van Delia Cosmetics. En er staat op dat hij veel volume geeft. En dit is de gele en hier staat op dat hij vooral krult. Nou, dit is dan het verschil tussen de twee. De ene is iets ronder, iets meer gebogen en de andere is gewoon één rechte lijn. Nou, ik breng de gele bij mijn rechteroog aan en de paarse bij mijn andere oog. Ik ben heel benieuwd, aangezien ik geen wimpers heb. Deze moet dus heel goed krullen. Oké, wat vind ik van deze? Ik vind hem echt helemaal niks. Deze mascara is veel te droog en hij doet niet echt iets. Ik zie dat hij probeert te krullen, maar er komt niet echt iets van. Hij moest ook iets minder droog zijn. Nou ga ik deze gebruiken. Deze vind ik al een stuk beter dan deze. Deze is ook iets duurder, 50 cent duurder. Maar hij is ook echt beter. Deze vind ik echt helemaal niks. Deze heeft echt duidelijk gewonnen. Hij is niet heel spectaculair, maar hij is gewoon echt prima. Hij is niet te droog, hij krult gewoon een beetje, maakt het ook iets dikker. Ja, het is gewoon een oké mascara. Nou ga ik even nep wimpers opdoen en mascara op mijn onderste wimpers en dan kom ik zo even terug. Nou, ik ben weer terug. Wat heb ik gedaan? Ik heb even nep wimpers opgedaan. Ik heb deze mascara op deze onderste wimpers gedaan en ik heb deze op deze onderste wimpers gedaan. Ook op de onderste wimpers vind ik deze echt veel beter. Ik heb ook zwart oogpotlood even in mijn oog gedaan en een beetje gebronst en gecontourd. Wat ik altijd gewoon doe bij first impression video's is dat ik me gewoon verder opmaak precies zoals ik altijd zou doen. Zodat ik echt goed weet of de make-up goed werkt de hele dag. Nou ga ik verder met blush. Ik heb deze blush van de Vibra. Die is €2,99. Er zitten 3 kleuren in. Een donkerdere roze, een normale roze en een licht nude kleur.
Ik ga gewoon met mijn kwast door de hele blush en ik ga het gewoon aanbrengen als een blush. Het brengt gewoon roze aan. Maar ja, de kleuren zijn ook gewoon best wel roze. Het blendt ook gewoon goed mee. Ik vind de blush gewoon wel mooi. Deze is echt mooi. Ik heb er niks op aan te merken. Ik heb er niks negatiefs over te zeggen. Ik hoop dat hij gewoon ook lang op mijn gezicht blijft. Als hij niet lang blijft, is dat dan het enige wat ik niet goed vind. Maar de kleur is mooi. Het blendt ook gewoon goed. En ja, het is gewoon prima. Nou, het laatste wat ik heb van de Vibra zijn deze drie lipglossjes. Dit zijn dan de drie kleuren geswatcht op mijn hand. Ze zijn heel glittery en echt heel glossachtig. De rode lijkt het minst gepigmenteerd. Ik ga eerst even de lichtroze opdoen. Wow. Dit is echt super glittery. Nou, dit is dus de lichtroze. Het is wel echt heel glittery. Ik vind het een beetje too much om het zo op mijn hele lip te doen. Ik zou deze opdoen met een normale lipstick in een roze kleur. En dan deze er misschien een beetje opdeppen in het midden van mijn lippen. Nou ga ik de donkerroze opdoen. Ook deze is heel veel glitter. Maar deze vind ik wel kunnen. Deze zou ik gewoon kunnen opdoen met niks erbij. Gewoon alleen deze lipgloss. Hij heeft wel veel glitter, maar het valt zo minder op omdat de kleur wat donkerder is. Door die lichte roze kleur vielen de glitters nog meer op, waardoor het gewoon echt too much werd. Dus deze zou ik gewoon in principe zo op kunnen doen. Maar je kunt hem ook gewoon weer combineren met een andere lipstick en het gewoon een beetje opdeppen. Nou ga ik de laatste opdoen, de rode. Nou, ik heb de laatste opgedaan, de rode. Deze heeft echt een stuk minder glitters. Er zitten wel glitters op, maar echt een heel stuk minder dan de andere twee. Op de swatch op mijn hand konden we dat ook al wel zien. Deze is helemaal gewoon te doen. Dit is gewoon een rode glossje. Is best wel mooi, is niet too much. Dus als je toch rode lippen wilt, maar niet zo die echte rode lippen, felle rode lippen wilt, is deze echt ideaal voor jou. De lipglossjes plakken ook niet. Ze zijn gewoon normaal glossjes. Glossjes gaan wel altijd snel af, dus je moet wel bijwerken. Maar deze vind ik tot nu toe het meest te doen. Het enige nadeel is dat hij van alle drie de kleuren het moeilijkst aanbrengt. Hij brengt heel patchy aan. Op de ene plek komt iets meer kleur dan op de andere plek. Dus het kost mij iets meer moeite om deze aan te brengen. Dat is voor mij genoeg reden om deze eigenlijk nooit meer op te doen. Want er zijn genoeg andere glossjes die rood zijn waarbij dat niet gebeurt. Maar in principe vind ik hem wel gewoon oké. Dus deze drie glossjes vind ik tot nu toe gewoon... ja, niet speciaal, niet slecht, niet heel goed. Doe normaal. Ik ga even wat setting spray opsprayen en dan kom ik zo bij jullie terug. Nou, daar ben ik weer. Ik heb net al mijn mening gegeven over al deze producten en wat echt mijn eerste indruk ervan was. Nou ben ik van plan om de make-up gewoon de hele dag op te laten en dan vanavond terug te komen bij jullie. Het is nu 4 uur en dan ben ik gewoon van plan over een paar uur weer terug te komen en dan te laten zien hoe de make-up nog op mijn gezicht zit. Want een eerste indruk is niet altijd echt wat je ervan vindt op het einde van de dag. Make-up kan heel goed zijn als je het net opdoet, maar heel slecht zijn na een paar uur. En vooral omdat deze foundation claimt dat die long-lasting is, ben ik echt benieuwd of dat echt zo is. Dus vandaar dat ik gewoon even mijn dag doorga en dan gewoon straks terugkom. Dus dan zie ik jullie straks weer. Hallo iedereen, het is nu ongeveer 2 uur verder. Ik ben al gewoon thuis, ik ben op bed. Ik zit gewoon hier in mijn pyjama. Wat vind ik van de make-up tot nu toe? De lipgloss is er wel af, maar dat is normaal dat hij eraf gaat. Ik heb gewoon gegeten en zo. De blush zit er nog minimaal op. Wat je nou ook ziet is eigenlijk vooral bronzer en zo. En ja, de oogschaduw, de glitter gaat wel een beetje hier naar boven. Maar ook die zit nog best oké. Dus tot nu toe... oh, mijn hand is echt moe van de camera zo vasthouden. Hoe doen die vloggers dat de hele dag? Daarom ben ik al geen goede vlogger. Ik ben al moe als ik 1 minuut die camera vasthoud. Maar ja, dit is dus even een tussentijdse check. Ik kom weer terug over een paar uur voor de finale, wilde ik zeggen. Klinkt zo dramatisch. Ik kom over een paar uur terug voor de laatste check-up. Nou, daar ben ik dan weer. Het is nu ruim een halve dag verder. Ik vind over het algemeen dat de make-up er echt nog best goed op zit. Vooral voor deze super lage prijzen vind ik het er echt nog goed op zitten. De oogschaduw zit nog goed. De blush is ook oké. De lipgloss is er wel af, maar er zijn nog wel een paar glitters op mijn lippen. Maar de kleur is wel echt helemaal weg. De foundation... ik ben er eigenlijk alleen maar positief over omdat hij 3 euro is. Voor 3 euro is hij echt, zit hij er echt nog goed op. Als ik hier 20 euro voor had betaald, had ik gezegd dat ik hem niet meer zou gebruiken. De reden daarvan is dat hij hier bij je neus en hier zo allemaal in je huid gaat zitten en zo. En het accentueert een soort van je rimpels en haartjes. Dus echt alleen voor de prijs vind ik deze foundation echt goed. Hij is ook gewoon goed mat. Dus hij is echt prima voor 3 euro. De glitter eyeliner. Ja... de glitters zitten nog wel op mijn oog, dat wel. Dus hij blijft wel goed zitten, maar ik vond hem gewoon over het algemeen helemaal niks. Omdat de glitters zo minimaal waren. Het is gewoon een doorzichtige gel.
die je op je oog smeert. De mascara zit ook gewoon nog goed. Ik heb wel nep wimpers op, maar ik kan het gewoon altijd zien hier bij mijn onderwimpers. Het smudgt niet of zo, het blijft gewoon goed op de plek. Ik vind nog steeds de paarse beter dan de gele, dat wel. Dus over het algemeen ben ik best wel positief over deze make-up. Er zitten een paar slechte dingen bij, maar voor deze prijskategorie, en kom op, we hebben het over de Vibra, is dit echt goede make-up. Laat me in de reacties weten wat jullie ervan vinden. Vinden jullie het mooi? Vinden jullie het helemaal niks? Laat me weten. Vergeet ook niet te liken en te abonneren, dat kan ook hier beneden. En dan hoop ik jullie snel weer te zien bij mijn volgende video. En die komt dinsdag om 1 uur. Doei!